Gewoon een mail pakken en dan rechterklik en dan markeer als ongelezen. Dan voel je toch echt jezelf werkelijk, gewoon jezelf voor gek houden, ja. 1.0 of niet? Ja, als je dat doet, je moet maar eens, veel mensen doen dat. Hè? Dus het wordt als volledig normaal beschouwd. Ja, maar laat ons nu even 30 jaar terugkeren in de tijd en beeld je in dat mensen zoiets zouden doen met de brievenbus. Net hetzelfde gedrag, dus morgens naar de brievenbus toe lopen, de brieven eruit blauwe halen envelop, en een brief die ze gelezen hebben, waar ze niet meteen raad mee weten, terug dichtplakken, terug de brievenbus insteken. Dus met andere woorden, als het ware posten aan zichzelf, om dan de volgende dag, als ze de brievenbus lichten, vast te stellen, tiens, een ongelezen brief, die brief openen en dan wellicht, en Hans, dat heb je mogelijk ook al gedaan, die brief opnieuw lezen, zeggen, dat was die brief die ik nog moest doen. Tweede keer dicht, terug de brievenbus in, tot op de dag dat je die afhandelt. En dan word je voortdurend geconfronteerd met dingen die je nog moet doen, ook al kan je er op dat moment niet mee aan de slag. Ja. Je hebt al verwezen naar David Allen. The big problem is that we constantly are reminded by things even when we cannot do anything about them. Quote van David Allen. Of ik parafraseer hem even. Ja, 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 ja.